Zo. En, Nathalie, hoe vond je het? Nou, er komt toch wel meer bij kijken dan ik dacht, zo'n hoogleraar besturen. Jazeker, daar geven we niet voor niks die cursussen natuurlijk, hè? Ik kan het me helemaal voorstellen. Paul, vertel, wat gebeurt hier precies? Wat hier gebeurt, Nathalie, dat is de praktijktraining voor, in het kader van een hoogwerkeropleiding. Dus dat, een hoogwerkeropleiding is bij ons een cursus van 1 dag, mm-hmm. waar mensen leren om veilig en effectief met een hoogwerker te werken. Ja, en je zegt dit is het praktijkgedeelte, is er ook nog theorie? Ja, theorie wordt bij ons meestal via een e-learning module gedaan. Mm-hmm. En dan wordt hier, of het bedrijf als ze op de cursusdag komen, wordt nog een examen afgenomen. En vervolgens gaan we dan met de praktijktraining beginnen en daarna dan natuurlijk de praktijkexamens. Eigenlijk doet het natuurlijk meer dan alleen de cursussen. Zeker. Ook de verhuur van hoogwerkers. Onze hoofdactiviteit is het verhuren van hoogwerkers. En daar hebben we allerlei modellen, types, et cetera in. En ja, wat wij dan altijd proberen te doen is samen met de klant naar een optimale keuze voor een hoogwerker komen. Dus het is eigenlijk ook wel een beetje teamwork. Dat is bij ons echt wel het allerbelangrijkste. Want hoe belangrijk is service? Service is bij ons heel belangrijk, maar dat kun je dan wel weer nader invullen met allerlei aspecten, zoals een correcte aflevering van de machine, stipt op tijd en een goede instructie erbij leveren. De nazorg natuurlijk als mensen bezig zijn met de machine. En er zou een probleem ontstaan doordat ze iets met de bediening niet meer weten of iets met de machine niet in orde is, zou ook kunnen natuurlijk. Maar dan moeten wij natuurlijk direct reageren en dat doen we dan. Hoe gaat de verhuur eigenlijk in zijn werk? Heel vaak is dat via mond-op-mond reclame, dat is natuurlijk het mooiste, want dan horen ze van iemand anders dat die persoon tevreden is of dat bedrijf tevreden is over ons. En dat is natuurlijk ideale basis. Ja. Maar ook via het internet worden wij bereikt. En hoe gaat de aflevering in zijn werk? Komt iemand zo'n machine ophalen of? Nee, die gaan we brengen. En dat is dan ook weer met de nodige zorg omgeven. Want we gaan van tevoren die mensen bellen van joh, komen we morgen die hoogwerker op of afleveren bij je. Dus dan hebben we alvast een stukje communicatie met die gebruiker voordat wij er naartoe gaan rijden. En als we naar de hoogwerkers gaan kijken, zijn er dan ook nog verschillende soorten en maten? Ja, heel veel soorten en heel veel maten. En dat is eigenlijk waar een heel belangrijk deel van ons werk ook zit. Om samen met die klant te gaan beoordelen wat de meest geschikte hoogwerker is voor die bepaalde locatie en voor die bepaalde werkzaamheden. Dus als ik het goed begrijp, ga je echt wel naar een locatie kijken om te bepalen welke machine voor een bepaald project geschikt is? Ja, dat gaan we zeker doen. En dat kan dus via internet in veel gevallen, maar niet altijd geeft dat voldoende zekerheid. En in dat geval, dan gaan we uitrukken en dan maken we ter plaatse een werkopname. Speelt duurzaamheid daar nog een rol? Dat is zeker de laatste jaren een item. En vandaar ook dat we al een aantal jaren geleden ook hebben ingezet op de hybride machines. En je merkt ook inderdaad dat daar heel veel belangstelling voor is. Dankjewel. Graag gedaan.